Er werden een paar beitels opgezet en die ging in stukken, spier, en dan werd die stukken gekapt. Elk stuk toen werd dan daarna tot een klomp gesneden. Nu gaat het ook weer iets gemakkelijker. Op een lintzaag wordt zijn bol in, wat ik net zei, ook weer 4, 5 of meerdere stukken. Tot, laat zo stellen, maximaal 10 stukken wordt zijn boom verdeeld. Of zo'n bol. Nou werd er net al iemand zei er, ik heb populieren gehad, zo'n heren. Klopt, die zijn er wel. Ze maar lang genoeg laten groeien, dat wilde wel. Maar, die zijn voor ons klompenmakers niet te hanteren. Want je snapt natuurlijk wel, als je daar zo'n bol van zaagt, die moet op een of andere manier op de lint zaag, en die moet allemaal met de hand gedraaid en gedaan worden. Nou, als zo'n heer erop staat, is het niet zo erg, want dat gaat allemaal wel met lucht of iets. Maar dan, dat bewerken, daar zijn ze veel te zwaar voor. Dus eigenlijk zijn die bomen van die omvang voor ons te zwaar, te groot. En die dienen dan veel beter voor, als het beste kwaliteit is, om hem af te rollen. En daar bedoel ik fineer van te maken of planken. Wij hebben dus de beste bomen nodig die er in de populier zijn, maar dan laat zeggen van zulke afmeting of diameter, laat zo staan. Dan zijn ze voor ons het fijnste te bewerken. Het hout is nat, welke we verwerken. Dus dat is ook nog eens extra heavy. Nou, dat doen we dus eerst zagen in stukken. En dan, als we zo'n stuk hebben, wordt die op de lintzaag ook oftewel bijgezaagd of een machine, die maakt er een rolletje van, zoals er daar ook een paar liggen. Vroeger dus met de hand, nu met behulp van de lintzaag en dan gaan we de klomp ervan maken. Want hier, wat ik net zei, wordt dan een klomp gesneden met het mes of gekapt. Doen we nu op een andere manier, maar nu hebben we machines, en als we allemaal ietsjes terug gaan, en daar kunnen we toch allemaal iets zien. Hier is zo'n machine, en wat ik al zei, dit is een modernere machine. Want als je gaat kijken wat ik al vertelde, de eerste machines dateren van 1920 ongeveer, en dat was de enkelvoudige. En nu hebben we dus de dubbele. Er zit één model in, welke wordt afgetast, en hier zijn die blokken hout, welke er tussenin gespannen worden dadelijk. En dan krijg je dus een paar klompen gelijktijdig, een linker en een rechter, die er dan gelijktijdig uitkomen. Op deze manier. Eerst gaan we dus die blokken in en later komen er die blokken, of die blokken als klomp, zo uit. Vroeger werd er dus netjes gesneden, nu wordt het wel gesneden, maar dan machinaal. Het volgende is, nu gaan we dus een gat maken, want we hebben er weinig aan zo. Kunnen die in? Nee, dat is moeilijk, hè? Dat ging vroeger, en dat hebben we allemaal gezien. Maar je moest een paar hebben. Op zo'n markt of braderie, of men ja. Had het nog in hun gedachten, zoals het vroeger ging, in een heulkooi. Daar staat er nog een. En dan ging die klompenmaker met boren eerst ruwweg zijn gat erin maken, en later met messen, bodemmessen. Andere messen ging je dan die klompen bijsnijden. Ja, dat dit plaatje kunnen we nog allemaal zien in onze herinneringen als we ooit de klompenmaker bezig hebben gezien. Zowel op plaatjes, laat het zo stellen, of op braderieën, of misschien wel ooit bij een klompenmaker thuis. Nou, zo ging het vroeger. Maar dat boren, dat ik hier nou aan toe ben, gaat nu met de machines iets vlugger. En iets gemakkelijker, want dit was toch vrij zwaar werk. En iemand die dus zo bezig was, had, als hij dus een paar of 10 vandaag klaarmaakte, had hij verdomde hard gewerkt. En dan had hij
De bierballen die stonden van vol. Dat zal ik je vertellen. Dat gebeurt nu dus hetzelfde eigenlijk wat ik nu heb gedaan. Maar dan, je ziet die pomp zit in een raam opgespannen. Maar zo zie je dadelijk ook bij die machines, is eigenlijk precies hetzelfde. Vroeger werkte men dus in de klomp, en nu doen we het anders, want nu gaan we dus werken andersom. Is hetzelfde, alleen zit hier een model in. En dan worden die klompen ertussen gepast, zo links en rechts heen. En die worden dan nageboord zoals het model dat hier aanwezig is. Deze machine noemen wij het voorboren, dus dan wordt er een ruw gat ingemaakt om het later voor die andere machine welke daar staat te vergemakkelijken, want er moet zoveel hout uitgehaald worden dat die dat nooit, maar het nooit in één keer kan. Dat moet je namelijk wel in twee keer doen, zullen jullie dadelijk wel zien. En als er vragen komen, alstublieft stel ze, ik ben nou toch hier en ik wil ze daarom wel beantwoorden als ik kan. Deze machine bedien ik dadelijk helemaal met de hand. Die heb ik expres zo gemaakt, dus dat die nog met de hand bedienbaar is. En dat doe ik om te laten zien het verschil tussen die andere, want die andere is een volautomaat. Dat is een kwestie van op een knopje drukken en dat ding doet het zelf wel. En dan hebben jullie ook gezien dat verschil weer. Dus in het prille begin eigenlijk, zoals het al 800 jaar eigenlijk geleden ook gebeurde, het maken in die hulkooi met de hand. En nu zie je het machinaal en ook nog eens een keer machinaal de machine bediend door bij hand en dan in een volautomaat. Wat ik net zei, het hout is nat. En waarom hebben we dat of waarom doen we dat? Dat doen we dus omdat het iets fijner zich laat bewerken, het hout. Alleen moeten we er wel rekening mee houden als we gaan boren, dat we de klomp, zeker bij de laatste boring, iets groter boren als die in werkelijkheid zijn moet. En dan vraag ik jullie waarom. Ja, dat wou ik vragen. Hier wordt het antwoord al gegeven. Het krimpt. Als je nat hout hebt en je legt het ergens neer, dan krimpt het. Je gaat het niet van zo naar zo. Nee, het gaat maar enkele millimeters, maar het krimpt wel. Zodoende moeten wij dus wel rekening houden met het feit dat dat het krimpt. En wordt die dus een paar millimeter groter gemaakt als dat die in werkelijkheid zijn moet. Als je dan gaat kijken van een boom, de kubieke meter die je hebt, of je gaat kijken de klomp wat er overblijft, dan komen we tot de slotsom dat er nog maar 1/3 deel ongeveer overblijft. De rest is allemaal afval. Niet dat we dat weggooien, helemaal niet, want die stukjes hout die van een lintzaak komen, kunnen nog gebruikt worden voor de papierindustrie, voor vezelplaat, voor ja, noem maar op, voor allerlei andere mogelijkheden. En houtkolletjes, je zult het dadelijk zien, die komen er ook genoeg. Die kunnen we gebruiken voor onder de dieren, maar je kunt ze ook voor roken, vlees roken, of voor palingrokerijen, die zijn er dol op. Dus het wordt allemaal gebruikt. Beuken wordt ook inderdaad voor het roken gebruikt, maar dit ook.